Leo Gestel, de Woerdense schilder, is weer thuis. In het Woerdense Stadsmuseum kreeg hij een eigen kamer die geopend werd door burgemeester Victor Molkenboer. Ja! Ja, ja, hij is thuis! Nog niet goed bevonden. Kijk eens. Ja, goedenavond. Is Leo thuis? Leo is thuis. Leo is thuis. Komt u verder. Welkom. Leo Gestel leefde van 1881 tot 1941. Een deel van de tijd woonde hij in Woerden. Dat is dan ook precies de reden waarom hij een eigen kamer in het Stadsmuseum heeft gekregen. Ja, de man is hier geboren in Woerden, tegenover het museum. Hij heeft het museum als kind altijd bezocht. Hij heeft er heel veel plezier aan beleefd. En omdat het een Woerders icoon is, is het denk ik terecht dat we daar zoveel energie en zoveel aandacht aan besteden. Nu is het nog een kamer, hè? Is het de wens om het uiteindelijk een museum van te maken met alleen maar werk van deze schilder? Eigenlijk niet. Het is wel een heel fijne vraag die je stelt. Want dan kan ik er een antwoord op geven in de zin van dat we heel graag een groter museum zouden willen hebben. Want wij moeten het verhaal van Woerden vertellen. Daar hoort Gestel bij, maar er zijn meer verhalen van Woerden, raamwerken van Woerden. We hebben een hele mooie historie en die hele mooie historie moeten we wel laten zien. En dan die naam van de Woerdense schilder. Is het Leo Gestel of Leo Gestel? Ja, het is heel bijzonder. De Woerdenaren zeggen allemaal Leo Gestel, maar iedereen van buiten zegt Leo Gestel. Ik ben geen geboren Woerdse, dus ik zeg altijd Leo Gestel. Een kamer met allemaal werk van hem. Werk wat deels al in bezit was van de gemeente of het Stadsmuseum of op een andere manier hier binnen de muren is gekomen. Maar er is ook wel het een en ander nieuws. Hè? Daar sta je voor. Wat is dat voor werk? Waar ik hiervoor sta, dat is een serie tekeningen die een aantal jaren geleden aangekocht zijn. Die zijn eigenlijk nog niet zo heel erg vaak in het museum te zien geweest. En wat we hebben gedaan, dat is we hebben de kamer waar we nu in staan vernieuwd. En daardoor hebben we wat meer wandruimte gecreëerd. En nu kunnen we deze tekeningen dus heel mooi tentoonstellen. En ook verder in de zaal zijn nu meer werken te zien. En er is ook meer informatie over waar Leo Gestel of Gestel allemaal gewerkt heeft en wat voor werk hij dan maakte. Een deel van de collectie van Leo Gestel is in bezit van het Stadsmuseum van Woerden. Maar er wordt geprobeerd ook werken die in bezit van andere musea zijn in bruikleen te krijgen. Met de expositie mikt het museum in eerste instantie op Woerdenaren die wel iets willen zien van een kunstschilder uit hun eigen woonplaats. Als de expositie meer bekendheid krijgt, verwacht het museum ook kunstliefhebbers van buiten Woerden.